Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Nou, waar dacht je dat ik waar ik over zou hebben vanavond? Ik vind wel eens een keer weer belangrijk om daarover te hebben. Het gaat over de wapenrusting. Houdt heel veel in. Er staat in het woord een klein stukje van die wapenrusting. Maar het houdt zoveel in. Die wapenrusting, echt hoor. Weet je, als je bekeerd bent, hè, dan, ik vraag bijvoorbeeld aan jou, wanneer ben je bekeerd? Oh, dat is zo lang geleden, 10 jaar misschien. Maar, ik ben nog steeds bekeerd. Maar je hebt ook, dat ze zeggen, nou we zien het wel hoe de toekomst is. Maar weet je wat het is, als je bekeerd bent, dan moet je daaraan blijven werken, dat je bekeerd blijft. Want bekering is niet eenmalig. Het is, ja, het is vaak met hele kleine dingen dat je je daarop bekeert. Dus bekering, daar moet je aan blijven werken. En nog ga ik iets zeggen. Misschien vind je dat wel heel raar dat ik dat ga zeggen. Maar het is wel zo geestelijk gezien. Zodra je een kind van God bent, weet je wat er dan gebeurt? Als je een kind van God bent geworden, dan ga je de oorlog in. Nou denk je, wat is dat dan weer voor raars? Ja, geestelijk gezien ga je de oorlog in, want je bent voor God. Dus, dan is de vijand ook tegen jou. Omdat jij voor God bent, krijg jij ook te maken met de vijand van God. Dus daarom, dus als je bekeerd bent, dan krijg je oorlog, ja. Het is eenmaal zo. Het klinkt voor de mensen die niet geloven natuurlijk heel raar. Die denken, hè, oorlog? Ja, dat is waar. Maar dan begint het pas die strijd, hè. Dan moeten we strijden. En daarom is het zo belangrijk dat die wapenrusting, dat wij die goed dicht hebben. Want God heeft dat niet voor niets gegeven aan ons, die wapenrusting. Het is eigenlijk... Ja, dus eigenlijk moet je dat altijd blijven onderhouden. En het is ook eigenlijk net als een huwelijk die je ook moet onderhouden. Met alles moet je dat doen, onderhouden. En ook de dingen van de koninkrijk van God moet je ook onderhouden. Dus een huwelijk ook. En dan hoor je wel eens, als een huwelijk niet goed is, dan zegt de ene bijvoorbeeld, nou, het gaat ook wel eens niet goed, of vaak niet goed. Maar God heeft ons samengevoegd. En als God ons samengevoegd heeft, nou dan blijven we bij elkaar. Maar ik zal je één ding zeggen. Het is niet altijd zo. Ook al heeft God je samengevoegd. Maar als er harde harten zijn, dan kan het zijn dat het toch stuk gaat. Want ik ken heel veel kinderen Gods, heb ik meegemaakt. Dat was ook samengevoegd door de Heer. Maar als de harde harten zijn en je geeft niet wat je nodig hebt aan elkaar, dan kan het nog stuk gaan. Dus wij moeten voor elkaar zorgen. Zoals God voor ons zorgt, zo zorgen wij ook voor elkaar. Weet je, God heeft veel met ons voor, hele goede dingen voor. Maar de Heer wil ook dat wij heel dicht bij Hem blijven en dicht bij Hem leven en in Jezus blijven. Want weet je, de boos is heel slim. Hij wil je afleiden van de goede weg van de Heer. Hij wil je gewoon infiltreren en zorgen dat je niet dicht bij God blijft. Dat doet de boze. En dat je gaat afdwalen van zijn weg. Maar weet je wat zo mooi is? God heeft beloftes gegeven in het woord. En in Johannes 15 vers 7. Mag je wel openslaan hoor. Johannes 15 vers 7. Ja, hebben jullie die? Johannes 15 vers 7.
Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Kijk, daar komt die belofte, hè? Dus je hoeft nooit iets altijd voor niks te doen. God vraagt voorwaarden, maar hij geeft ook belofte. Hij geeft je ook een beloning. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt. Hier staat het heel duidelijk. Vraag wat gij maar wilt. En het zal u geworden. Indien je in hem blijft natuurlijk. Zie je wat er hier staat? En dat is geweldig, want je mag vragen wat je wilt. En dat zal je geworden. Dat zegt de Heer. En de vijand heeft altijd trucjes, hè? En dat heeft een goochelaar ook. Een goochelaar die heeft ook trucjes. Als je een goochelaar ziet, dan komen in één keer konijnen uit het hoed. En dan komen in één keer duiven uit zijn hoed. Of waar dan ook, uit zijn zak. Nou, dan denk je van, en die trucjes, oh, dat vind ik wel geweldig wat hij doet. Maar hoe doet hij dat dan? Nou, zo heeft de duivel ook trucjes met ons. Hij wil jou verblinden voor de dingen van de Heer. Dat je afgeleid wordt. En weet je, voordat je het weet, zit je erin, hoor. Dan zit je er helemaal in. Want hij heeft ook zijn trucjes, maar dat zijn wel vuile trucjes. Weet je, dan moet ik denken aan Job, hè. Job, oh, dat vind ik vreselijk. Als je Job leest, dan krabt hij zijn wonden met een scherf. Zo'n jeuk heeft hij. En hij had zo'n pijn en zo'n verdriet, Job. En als ik dat verhaal nog een keer lees en nog een keer, dan gaat het echt waar aan mijn hart. Dan denk ik, oh arme man, wat heb jij veel meegemaakt. Echt hoor. Maar dan neem ik mijn petje af voor Job. Want Job, die blijft God trouw. Ondanks alles blijft hij getrouw aan de Heer. En nu gaan we lezen Efeziërs 6, vers 14 tot en met 17. Gaan we even uiteenzetten wat die wapenrusting is. Efeziërs 6, vers 14 tot en met 17. Stel u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Zie, dat is ook een wapen, de waarheid. Dat je altijd in de waarheid wandelt. En de waarheid is ook Jezus. Maar ook in je leven moet de waarheid zijn. Bekleed met het panzer der gerechtigheid. Ja, God is onze rechter, maar wij moeten ook recht wandelen. En anderen recht doen. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. En altijd bereid zijn, als God je zendt of het woord moet brengen, dat je bereid bent om te gaan. Dat is ook een wapenrusting. Om in de wil van God te komen wat zijn werk betreft. Neem bij dit alles het schild des geloofs. Ja, je moet ook geloven. Want als je niet gelooft en je wordt heen en weer geslingerd met twijfels. Ja, dat is dan voor de vijand natuurlijk eventjes een feest. Maar dan komen de brandende pijlen op je af. Dus, bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan. We hebben een heilig leven gekregen door de Heer. Een heilig leven dus. Dat je ook heilig wandelt in de Heer. En dat is ook een wapen. En het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Net als Jezus in de woestijn. Die de duivel verslaat met het woord. Daar staat geschreven. Weet je wel? Jullie kennen dat verhaal wel, hè? Nou, dit is nog maar een klein stukje wat ik net heb gezegd over die wapenrusting.
En, maar het houdt zoveel in. Houdt heel veel in. Ik weet niet hoe het met jullie wapenrusting is. Ik weet niet of wij altijd gesloten hebben. Ik ook hoor, net zo goed. We hebben ook wel eens misleiding in ons leven dat je daar helemaal niet op let. Maar we mogen toch wel elke keer als je strijd hebt, dat nagaan, heb ik mijn wapenrusting wel goed dicht. Weet je, een koorddanser, hè? Die ken je wel, hè? Op zo'n koord, op zo'n avondvoorstelling of wat dan ook, bij een toneelavond of bij een circus. Dan heb je zo'n koorddanser en die koorddanser die moet dan op zo'n dunne lijn lopen. Maar ik heb wel eens gehoord hoe ze dat doen. Ze doen het niet zomaar hoor, ze lopen even zo en dan zijn ze er. Nee, ik heb gehoord, als ze daarop lopen, dan hebben ze hele dunne balletschoenen aan. En dan lopen ze zo schuin. En dan pakken ze met hun tenen, voelen ze dan die draad. Daar pakken ze dan mee, zodat ze stevig daar staan. En dan kijken ze met hun ogen, kijken ze dan naar het punt waar ze moeten zijn, naar de overkant. Dus als hij links rechts kijkt, en hij kijkt omhoog zeg maar, of beneden, ja dan valt hij. Want dat is zijn evenwicht om daar te kijken en om zo te lopen. En dan, ja, dan hebben ze dan een stok, hè, of een paraplu, of hun handen, of hun armen, doen ze dan wijd en dan lopen ze naar de overkant. En dus zo houdt hij zichzelf in evenwicht. En zo is het in het Koninkrijk van God ook. We moeten onszelf in evenwicht houden. He, telkens malen weer. Een evenwichtig leven is een gezond leven. Dat is waar. God wil dat wij aan onszelf blijven werken om ons doel steeds weer te bereiken en ons geestelijk leven. Nou, en dan heb je ook weer in de Bijbel, er staat dan ook een verhaal over lauw zijn, hè. Als je lauw bent, nog koud, nog warm, dan, dat is ook een wapen hoor, een wapenrusting. Dat je niet lauw bent, maar het is beter in Gods ogen dat je koud bent of warm. Dan weet hij waar hij aan toe is met jou. Dan weet je waar hij aan toe bent. Ook met, zeg maar als ik een kennis heb. En ik zeg tegen die kennis bijvoorbeeld. Nou, wat wil je vandaag eten? Want ik wil je verwennen met heerlijk eten. Ja. Dat zegt die kennis bijvoorbeeld tegen mij. Nou, doe maar wat hoor. Ja, het is niet duidelijk. En dan zeg ik, wat dan? Ja, ik wil je toch verwennen? En dan zegt de kennis, nou ja, nou zie maar hoor. Nou, dan denk ik, ja, die weet ook niet wat hij wil, hè? Nou, dat is in Gods ogen zo. Als je lauw bent, dan spuug hij uit zijn mond. Kijk, als je een katoenen tafelkleed hebt, of een tafellaken, en die ga je strijken met een lauw bout, nou, dan heb je allemaal kreukels. Dat wil niet, het moet heet zijn. Dus het vuur van God moet ook in ons zijn, dat wij niet lauw zijn. En hetzelfde is ook, dat staat ook in de Bijbel, dat je een zoutend zout moet zijn. Weet je, in het bejaardenhuis waar ik werkte vroeger, nou, er waren mensen die zeggen, oh meisje toch, ik eet helemaal niet meer zo fijn, want ik mag geen zout hebben in mijn eten. Want zout is voor mij finesse. Ik krijg hoge bloeddruk van. En dan, ja, dat heb ik al eerder gehad. En dan kun je een hartaanval krijgen als je een hoge bloeddruk hebt en je eet te veel zout. Dat is waar. En elke keer als ze dan weer eten heeft en ik kom daar, dan hoor ik, oh meisje, dat eten is zo flauw en ik moet het eten en ik lust dat niet. Weet je, daarom moeten wij een zout zijn voor de wereld.
dat er smaak aan ons zit. Dat ze kunnen zien, ze hebben Jezus in hun leven. En dan lezen we Matteüs 5 vers 13. Gaan we lezen, Matteüs 5 vers 13. Het is maar een heel klein stukje ervan. Matteüs 5 vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Zie je? In de Bijbel staat er ook al. En God wil dat wij meer naar hem kijken dan naar je omstandigheden. Wat de mensen ook van jou zeggen, ongeacht wat dan ook, je moet gewoon doorgaan met de Heer. Want Satan, die kan je soms zo klein maken, hè, dat je het niet meer ziet zitten. Dat je denkt, ja, ben ik nou wel geschikt ervoor? Of, en als ik geroepen ben door God, ja, wil het wel, want ik hoor allemaal negatieve verhalen over mij. Oh, weet je, dan doe je de wapenrusting aan en je gaat er lekker tegenaan. En dan zeg je, halleluja Heer, ik ga door. Ik ga net als die koorddanser ook in evenwicht wandelen op die touw. Dat wil de Heer van ons. En ook al voel je je nog zo rot, dat heb ik ook moeten leren hoor van de Heer. Ik was vroeger ook zo, als mensen negatief waren, dan had ik er helemaal geen zin meer in. Dan denk ik, ja, maar dat heeft een kracht, hè? Woorden hebben kracht. En als het woorden zijn, negatieve woorden, hè? Als het woorden zijn van de Satan, die heeft kracht hoor. Dat beïnvloedt jouw gedachten. En dan voel je je naar beneden gehaald, waardoor jij dan niet verder wil. En zo zijn er veel christenen eigenlijk, ja, heb ik ook meegemaakt, die thuis zijn gebleven door allemaal omstandigheden. Die niet meer naar de dienst willen. Ah, die christenen, zeggen ze dan. En ik moet eerlijk zeggen, wij zijn allemaal niet volmaakt. Wij proberen het wel goed te doen. We zijn volmaakt in Jezus, maar wij proberen het goed te doen. Dus er is niemand echt helemaal volmaakt. We maken allemaal fouten. Weet je, als wij naar hem kijken en blijven kijken, hebben wij een God van wonderen. Dat weten we wel. Nou, we blijven naar hem kijken. Want hij is een God van wonderen. En onze lopende encyclopedie, Dorothea, die zegt, alles is mogelijk bij God. Ja, staat in de Bijbel, niets is onmogelijk bij God, alles is mogelijk bij God. En weet je wat de Bijbel ook zegt? Als je gelooft, al is het als een mosterdzaad, en je gelooft, dan kan je zelfs bergen verzetten. Stel dat ik zo'n geloof heb en ik zeg, het dak gaat eruit. Zitten jullie lekker in de wind en in de regen? Stel dat ik dat zou zeggen en ik heb geloof voor. Dus je kan alles verzetten in het geloof met God. Want je hebt een vader die heel veel wonderen kan doen. Dus als er negatieve dingen op je weg komen, dat doet wel even pijn soms. Maar dan denk je, nee, ik ga er niet op in. Want zo, als je erop ingaat, dan denk de boze, die heb ik lekker te pakken. En de volgende keer, dan ga ik weer met wat anders pakken. En dan zit je weer in diep in de put. En dan denk je, nou ziezo, nou heb ik haar of hem. En dan moet ik nog meer gooien met zand. En dan wil die helemaal niet meer de Heer dienen. Nou, dat is de bedoeling van de Satan. Daarom moeten wij ons wapenrusting weer aandoen, ook daarin. Want door tegen te verzetten, is dat ook een wapenrusting van jou, door tegen te verzetten. Dus wij moeten onszelf opbouwen door te geloven in God en in zijn woord. Een soldaat die de front ingaat, de oorlog ingaat, nou, wat gebeurt er dan? Hij gaat niet in zijn t-shirt of in zijn vrije tijdsbroek hoor, de front in, de oorlog in. Dat doet hij niet. Hij heeft alle uitrusting bij zich om te vechten. Want anders heb je allemaal open deuren en open gaten. Je moet zorgen dat die
dat die wapenrusting helemaal dicht is. Dus die soldaat, die is helemaal uitgerust om de oorlog in te gaan, om te vechten. Ja, en weet je, wij mogen ook onderscheid vragen aan de Heer. Van wat er in de hemels gewesten en om ons heen gebeurt. Want je hebt niet één vijand hoor, je hebt verschillende vijanden. En dan mag je onderscheiden dat de ene vijand nog krachtiger is dan de andere, machtiger. Want toen Satan nog in de hemel was, bij God, toen was hij de hoogste engel, de mooiste engel. Hij stond boven alle engelen. Hij had mooie gesteenten bij zich. Nou, ik denk dat hij heel prachtig uitziet. Dat lees je in Ezekiel. Dat die engel de mooiste engel is. Maar hij had ook macht gekregen van God. Niet zo'n macht als God zelf, maar hij had wel veel macht gekregen. En toen hij dus op aarde werd geworpen, toen had hij die macht nog. Want anders zou hij nou niet de boel kapot maken en weet ik niet allemaal wat. Maar weet je, in een gebied kan daar een vorst zijn die die hele gebied remt. Hè? Dat daar een vorst is van de duisternis met zo'n macht, ja, dat daar iets niet door wil, niet door. Ja, dat is moeilijk. Dat het daar een moeilijk gebied is. Altijd oorlog. Altijd narigheid. Ja, die heb je vandaag aan de dag ook. Maar die vorst, die moet eerst verbroken worden. En als de kinderen Gods daar nou gaan vechten. En ze doen er wat aan. Dan moet je zien, en die vorst gaat weg. Dan moet je zien wat er in dat land gebeurt. Of in die omgeving. Dan is het meteen in één keer, gaat alles goed. Gaat alles in één keer goed. Daarom is het zo belangrijk als kind van God dat wij de bolwerken van Satan gaan binden, telkens maar weer, en verbreken. Daar zijn we eigenlijk ook voor geroepen. Het is niet alleen maar dat we bij elkaar zijn, maar we moeten ook voor ons land bidden. Hè? We moeten ook die bolwerken die daar zijn, ja, misschien hoor ik iets op televisie. Misschien zeg je van, nou zeg, dat was nog nooit gebeurd en nou gebeurt het in één keer. Nou, dan moeten wij er maar wat aan doen als christenen. Want er komt altijd iets nieuws. Satan heeft altijd iets nieuws. Maar God komt met grotere nieuwe dingen. Dus wij moeten geloven dat de Heer daar ook is om de boel te verbreken. Want elke keer is er weer iets nieuws op televisie waarvan je denkt, oh Heer, nou ga ik daarvoor bidden. He, nou hoor je niet meer zoveel, ja wel een beetje, van de IS, weet je wel. Nou, daar bidden we nog steeds voor. Alhoewel dat er nog wel is. Maar nu heb ik ook gebeden van, Heer, wilt u dus zorgen dat er niet iets nieuws weer komt. Net als de Al-Qaeda en dan is de ISIS en dat er weer iets nieuws komt. Wilt u dat tegenhouden? En weet je wat de bolwerken van de vijand is? Is onze gedachten. Onze gedachten is ook vaak een bolwerk. Want negatieve gedachten, dat hebben we allemaal wel eens. Hè? Dat we het niet zien zitten. Dat zijn de bolwerken van Satan. En als we daar maar op ingaan, dan wordt het nog erger en nog erger. Want daar begint het. In je gedachten en in je hart. Daar begint het. En dat zijn de bolwerken. En als je daarop ingaat, dan gaat Satan nog veel verder. Met zijn bolwerk in je gedachten. En als hij dan bijvoorbeeld zo'n heel gebied in heeft genomen, en we doen er niks aan, nou, dan gebeuren er ook allemaal nare dingen. En daarom denk ik dat God, ja, ik denk ook dat God en de engelen ook meestrijden als wij dan, ja dat is zeker, dat God en de engelen, sorry hoor, ik zeg het even verkeerd, dat God en de engelen meestrijden met jou,
om dat gebied vrij te zetten. Dat moeten wij altijd blijven doen. En onze wapenrusting is ons gegeven en zijn woord niet zomaar. Hij geeft dat niet zomaar. Hij heeft zijn woord niet zomaar gegeven om een mooi verhaal te lezen, weet je wel. Want sommige mensen zeggen van, dat verhaal van kindje Jezus en van David en al die verhalen, die vind ik zo mooi. Het is net een sprookje. Maar als je bekeerd bent, ga je veel meer dingen erachter zien dat het ook voor ons is wat erin staat. Dat is allemaal voor ons leven, voor ons dagelijks leven om te leren. Dat je daarom al die verhalen in de Bijbel mag lezen om te leren. Om ook, nou ja, daar iets van uit te halen. Om ook daardoor heel dicht bij God te leven. Dus ik hoop dat wij onze wapenrusting goed aan hebben en goed uitgerust zijn. Dan kunnen we zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars. Amen.